Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Deze titel hier gaat achter een tongtwist krijgen, dat wil je niet weten. In de vorige aflevering hebben we heel wereld 1 gehaald en gaan we dus zeg maar naar het laatste level van wereld 1, het kasteel World 1/Castle. En zover ik weet geen secret exits of iets in die trend. Yay! Goed, wat dus nou de bedoeling is dat wij hier gewoon de 3 muntjes gaan vinden en de baas verslaan in elkaar. Oké, nou, lava, dat is zoals altijd klassiek Mario. Instant death. En ik liet het daar bijna eens per ongeluk. Ik liet het daar weer bijna per ongeluk. Ik laat het per ongeluk 2 keer bijna zien. En volgens mij zat hij boven de secret to everybody. Dat weet ik niet zeker. Laten we eens heel eventjes meer naar boven klimmen. Nou ja, bijna secret to everybody. En daar... Zo'n goede kans om de eerste munt te pakken. Echt, iedereen die dit zit te kijken, die zit te facepalmen omdat ik hier zo slecht in ben. Al moet ik wel zeggen dat ik van de muziek hou. Deze muziek vind ik wel mooi. Hi. Oh, kijk nou toch eens. Dat lijkt mij op een uitgang. Iets zegt mij dat ik hier ergens naar boven moet. Kijk. Oké, dat is nog een pointless. Ik had hier op zijn minst wel een gouden munt verwacht. Ik bedoel, je ziet een gele pijp, dus dan denk je van... Secret, must have. Maar er zit hier nog niet eens een gele munt. Volgens mij zit er gewoon voor 2 levens of zo. Ander voor multiplayer. Mag je gaan vechten wie die leven kan pakken. Ik bedoel, ik heb wel eens van die multiplayer playthroughs gezien. En dan heb je iemand, zeg maar, die is er niet zo goed in. Die heeft maar 5 levens of zo. En dan heb je er eentje. En die wil gewoon die 9... Ook al had die 99 levens, die ging er gewoon voor om elke keer de levens te pakken. Gewoon om de andere op zo'n hoog mogelijke game over count te krijgen of zo. Weet ik veel. Maar dat is iets zeg maar wat ik wil. Oh, volgens mij kom ik nou in dezelfde kamer terecht of niet? Ja. Maar dat is dus zeg maar iets wat ik zeker wil voorkomen. Tot er geen game over gaat komen in deze play. Dus. Maar ja, ik bedoel, dit spel is heel erg. Dit spel is heel erg generous met one-ups. Dus ik denk niet dat je snel een game over zou krijgen. Tenzij dat je een multiplayer speelt. En dus zeg maar zo'n makker hebt die dus, ja, je constant zeg maar probeert te screwen en alles, waarom... Oké, kan iemand mij mijn keuzes uitleggen, dus... Oké. Hi! Ik pak even je muntje, ja? Vind je niet erg, hè? Ik sta hier veilig? Oké. Dus, je kunt in multiplayer, kun je dus zeg maar elkaar proberen in de lava te gooien, muntjes van elkaar af te pakken en noem maar op. Maar ja, het voordeel is dus wel, op het moment dat er iemand zeg maar doodgaat, hoeft hij niet gelijk terug naar die checkpoint. En komt hij automatisch in een bubbel op het moment dat er op A wordt gedrukt. Oké, eventjes een beetje speedrun tactics. Geef. Laten we de lava even opwarmen, waarom niet? Oké, nou, jou negeren we. En volgens mij is dat hier een secret. Nee? Ik weet dat hij ergens... De laatste munt was nogal vervelend om te vinden, dat weet ik wel. Dat zat via een secret! Sorry voor die faal, die was niet nodig geweest. Als ik benieuwd is, wat ik dus wou laten zien... Ik dacht dat hier namelijk boven de secret zit, maar dan kan ik me natuurlijk gruwelijk hebben vergissen. Yep, de secret zit hier beneden. Tenminste, dat hoop ik, anders heb ik weer een faal op mijn naampje staan. Nee, zit de secret. Phew! Ik dacht dat hij erboven zou zitten, maar gelukkig nee. Dus, hetzelfde als altijd. Je springt hier naartoe. Vergeet niet, je kunt walljumpen. Jullie hebben hem al zien doen, terwijl dat ik niet echt heb gezegd dat je het kan. Maar het kan! En zo kom je... Ik dacht dat hij daarboven zat. Echt heel dom van mij. En hier zit de secret power-up dat we nodig hebben. Dus met multiplayer is dat zeker altijd handig om te weten waar dat de power-ups een beetje zitten. En dat je dus elkaar wel probeert een beetje te helpen. Of elkaar probeert te pesten. Als jullie dus echt wel... Of ja, plagen. Op het moment dat je dus zeg maar multiplayer samen speelt. Ik bedoel, dit spel is leuk. In multiplayer. Met singleplayer is het een beetje meh. Kamek! Wil je jouw sparkle stuff hier niet naartoe gooien? Oké, nou, dus nou krijgen we een beetje zeg maar hetzelfde van net, alleen nou met bewegende plateautjes. Dat is eigenlijk alles. Dat is alles wat er eigenlijk verandert. Bewegende plateautjes. Spring nog steeds 3 keer op zijn hoofd. Dat is alles wat je hoeft te doen. En als hij wakker wordt, spring je nog een keer op zijn hoofd. En hij is verslagen, je krijgt de boski, die nergens verdient. Heel stiekem. Ik bedoel, ik vind de boss key wel leuk dat ze die erin hebben gegooid. Omdat, ja, Super Mario 64 reference.
Hartstikke leuk, want dan ging je namelijk naar de nieuwe wereld toe om daar natuurlijk naartoe te komen. Hey, kijk, Princess Peach! Oké, wij gaan als een kip zonder kop achter het schip aanjagen en we hebben een gouden sleutel waar we niks mee doen. Oké. Ja, come back! You got all the star coins in world 1! Wereld 1 is dus 100% compleet. Hoeven we niks meer aan te doen. En we hebben de secret exit daar ook gevonden, dus fijn om te weten. Nou, we zitten pas iets van, laten we zeggen, 45 seconden, denk ik wel, ongeveer in deze tijd. Hoi! Volgens mij was jij Morty of zo. Ik weet niet, ik ken niet echt al die namen uit mijn hoofd. Oké, nou, voor de zekerheid mocht er iets gebeuren, heel eventjes opslaan, waarom ook niet. En we hebben dus weer een fork in de road. We kunnen naar 2-2. Waarom is rechts 2-2? Wij gaan eerst natuurlijk naar 2-1, dat zal wel het enigste zijn. Of het eerlijkste, het makkelijkste zijn. Gewoon netjes op volgorde, hartstikke makkelijk, netjes te doen. Dus, laten we dat maar eens gaan doen. Oh, en ik haat het level. Oh, ik word ook gelijk geraakt, omdat ik... Ik haat het level, daarom word ik meteen geraakt. Ja, dat is... Doei. Oké, nou, we krijgen hier dus in plaats van een jump boost, krijgen we hier dus een vuurbloem. Ik vind het best. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Hier zit een leven in. De manier waarop dat je die wil pakken is zo... Nee! Skills. Zo. Oké, soms kan ik mijn eigen nog wel eens heel erg heroïsch proberen te redden. Blijkbaar. Maar we zijn een coinblok die door blijft gaan. Hier is een idee. Laten we eens wat minder risico gaan nemen. Oké. Daar springen we van overheen. Volgens mij had deze een hele tricky dicky coinblok. Als ik me niet vergis. Of een coinblok, een hidden golden coin. Oké, dat is 5-11. Of dat was op de DS versie, ik weet het niet meer. Ik bedoel, ik heb zoveel nieuwe Super Mario Bros. Games. Ik heb zoveel nieuwe Super Mario Bros. Games gespeeld. Ik geloof dat er 4 zijn op het moment. Je hebt nieuw Super Mario Bros. Nieuw Super Mario Bros. Wii. Nieuw Super Mario Bros. 2. Nieuw Super Mario Bros. Wii U. En nou zijn we ondertussen in de 3D-generatie. Oh. Break. Hier heb ik een Koopa Shell voor nodig. Hoe ga ik aan een Koopa Shell komen? Oh boy, dit is niet goed. Dit is niet goed. Hoe ga ik hier aan een Koopa Shell komen? Fijn! Ik moet het steeds overnieuw doen. Wat leuk! Nou ja, jullie kennen de drill. Ik ben zo terug. Oh, great! Ik ben nogal dom. En ja, dat zei ik. Het makkelijkste om deze coin te krijgen... is simpel gewoon met een propellerhead. Dat is de manier waarop dat je die coin wil pakken. Niet met een Koopa Shell, het is mogelijk. Maar ik raak gewoon aan om gewoon zeg maar een... Serieus, dat is veel makkelijker. Of een Koopa Shell, om dat ding te gebruiken. Die gebruik ik gewoon uit mijn items. Zoals ik al zei, je kunt op één drukken en dan heb je dus zeg maar een hele... zoals ik heb laten zien in de vorige aflevering. Zoals jullie zien... Oh, dat is de verkeerde knop. Dat is ook de verkeerde knop. Zoals jullie zien, ik heb dus zeg maar gewoon een propellerhead gebruikt. En het werkte goed voor mij, dus waarom zou het niet goed voor jullie werken? Maar goed, wij gaan verder met wereld 2-2. En wat ik eigenlijk best wel een leuke gimmick vind, ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Maar dan moet je maar eens een keer, als je daar zin in hebt natuurlijk, moet je maar eens een keer opletten. Tot nu toe, elk Mario spel dat ik heb gespeeld, wereld 1 is gewoon een beetje de grassige heuvels, zoals bij velen. En wereld 2 is altijd een beetje een woestijnlevel. Ik bedoel, dat was al bij de oorspronkelijke Mario 3. En wereld 3 was dan het waterlevel. Maar ja, hier, het lijkt een beetje hetzelfde volume, formule te hebben zoals dat vroeger ook eigenlijk was. En dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Ik bedoel, het is altijd... Ik weet niet waarom dat ze dat nooit door elkaar husselen of zo. Nou, ik wil... ik wou hem eigenlijk hebben. Flame. Oké, nou, het maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, hallo.
Jij gooit met spikeballs en ik bevries jou, want het is koud buiten. Ik bedoel, echt serieus, het is best koud buiten. Dat was een leven. Die valt daar nou in die put. Daar hebben we dus helemaal niks meer aan. Fijn, hier. Ik kill jou met je eigen broer. Of misschien zijn jullie een familie van elkaar. Dat maakt mij niet zo blij. Dit is eigenlijk best wel grappig. Als je hier omhoog gaat. Wat je wil doen, is één Koopa. Die wil je gewoon zo laten gaan. En als je dat goed doet. Kom op. Krijg je een leven. Plus. Je krijgt hier nog een keer een extra ijsbloem. En ik wil jou bedanken, maat. Nee, je zit. Nee. Hier zit een secret dus. Ja, je moet er wel eventjes op wachten. Hier zit een secret toe, everybody. Ja, moet dat maar weten. Nou ja, er zou een hidden video zijn, zeg maar, die je laat zien. Dus, ja, want als je hier zeg maar de grond raakt, dan krijg je dit te zien. En als ik me niet vergis, is dit alleen maar voor muntjes. Geen golden coin. Of wel? Nope. Alleen maar muntjes. Dat was pointless. Grapje! Er zit hier wel degelijk een golden coin. Alleen deze is best wel tricky dicky om te doen. Je hebt hier namelijk al die spikeballs. En door die bewegende plateaus is het best wel moeilijk om te zien wanneer dat er dus zeg maar een spikeball jouw kant op komt. Maar ja, we hebben de golden coin, dus doei! Succes, hè? Ik laat jullie gewoon leven. Jullie mogen daar de rest van je dagen in spenderen en doen en alles. Want jullie hebben je kans gehad. De Mario is langsgekomen. Jullie hebben gefaald. Excuses inleveren bij Bowser. Niet mijn probleem. Dus, volgens mij is dit de eerste plek waar we een mini-schroom nodig hadden zelf. Ah! Dude. Hier heb ik problemen mee. Dus dan vraag ik mij af. Volgens mij zat hij daar. Ik weet het niet zeker. Oh, er zit daar een secret to everybody. Ah. Oké, Plato, kun je me heel eventjes omhoog brengen? Want ik ken niet hoog springen. Ook al ben ik Mario en iedereen denkt dat ik dat wel kan. Ik kan dat niet. Waarom weet ik niet. Brengt dit ons naar een coin of naar een secret? Ik weet het niet. Want volgens mijn notities... Ja, ik heb weer notities bij me waar dat de secret exit zit. Hè? Zoals ik al zei, die zou ik van tevoren aangeven. Zit er in dit level geen secret exit. Dus volgens mij zit hier alleen maar ergens een golden coin verborgen. Ah, daar ja. Nou, en hoe wil je me die pakken? Door de kracht van zwaartekracht. Door de kracht van zwaartekracht. Ja. Maakt niet uit. Oké, en dan spring ik gewoon naar beneden. Bonus sexy, maar ja, je hebt toch je golden coins. Ik weet niet, ze hebben hier... Ja, ik heb het al gezegd, ze hebben hier niet echt een nut. Moeten we hier nou niet eens terug? Ik bedoel, we zijn best wel een stukje skip nou. Skip travel. Wat zit hier? Wat hebben we hier? Daar staat er. Ik bedoel, er zit hier ook iets. Ja, de mini-shroom. Daarvoor word je super mini. Door mini te wezen kun je extra hoog springen. Je kunt extra... je kunt over water heen lopen. En je kunt door mini-pipes heen gaan. Dat doet de mini-shroom. En zoals ik al dacht, in deze wereld... is het dus zeg maar heel erg belangrijk dat je dus mini kan blijven. Heel erg belangrijk. Vergeet dit vlaggetje niet aan te vinken op het moment dat je deze secret ingaat. Dank je. En we zijn weer mini. En ik maak bijna weer dezelfde fout. Gaat goed. Niet slecht voor één keer. Oké, dus ik wil hierop springen. Ik wil voor hem uitkijken. Want je moet dus hier mini blijven om hier naartoe te kunnen komen. En ik weet niet waarom dat het mogelijk is om voor zo'n klein manneke zo'n grote barrel op te pakken. Maar we moeten dus zeg maar hierin terechtkomen. En die willen we nog heel eventjes bewaren. Als ik het niet vergis, krijgen we nog extra muntjes als je hem raakt. Zal wel fijn zijn. Juist. Oké, nou dat is heel erg fijn om dat natuurlijk te weten. En zo komen we dus zeg maar uit aan de... Mijn audio-commentaar is nogal raar geweest, hè, de laatste afgelopen paard. Even wachten jongens, ik kan heel even fixen. Goed dat ik dat gelijk gecheckt heb hoor. Echo hier van hier tot het begin. Even kijken, staat hij nou goed? Achter de schermen gerommel met de microfoon. Oké, is dat nou wel goed? Zo niet, dat is dan pech. Jullie hebben mijn telefoon goed gehoord, dat is zeker. Maar ik weet niet hoe dat de kwaliteit nou op dat moment eigenlijk is. Dus nou staat hij weer gefocust op mijn muil. En nog een mini? Waarom twee keer de minis? Wat is dit voor extra... Waarom zou je twee minis daar nodig hebben? Ik bedoel,
Je bent Minino... Oh, hier zit de uitgang. Maar je hebt Mini nodig om hier binnen te komen. Waarom zou je nog een Mini geven? Ik bedoel, het wordt niet aan je totaal van items, zeg maar, die je in je slot hebt geplaatst. Oh boy. Fast erop ga je, hè? Ach ja, het is wel heel erg makkelijk om zo, zeg maar, je one-up te krijgen bij de vlag. Maar waarom daar twee Minis? Waarom? Dat slaat nergens op. Ah, mijn probleem. Zullen het leuk vinden? Oké, nou, we hebben nog één leveltje voordat we naar het kasteel weer toe gaan. Ik denk dat we dat leveltje eventjes gaan doen, maar first off screen ga ik heel eventjes naar het paddenstoelenhuisje en ik wil niet meer mini zijn. Yay! Ah, ze zaten naast elkaar. In ieder geval een leuke update. Je kunt mini mushrooms kun je dus nou ook vinden in de paddenstoelhuisjes. Leuk om te weten. Goed. Nou, ja, ik heb net al een item gehad. Dat hoef je niet de hele tijd te herhalen, game. Kom nou. Krijgen we dadelijk nog een DVD met een handleiding over hoe dat we zeg maar op de A-knop moeten drukken? Ik weet niet hoe ik de DVD moet openmaken, hoor. Oké, hoi Spiny. Jouw naam ken ik tenminste wel. Oké, er staat nog iets boven. Ik zie daar een vraagtekendoosje. Een munt. Oh. Dankjewel dat we helemaal out of our way gaan voor een munt. Leuk. Oh, ik haat dit soort levels. Ik haat dit soort levels. Heb ik al... Ik haat dit soort levels. Echt. Leg en figuurlijk. Je ziet niks. Dat is alleen maar vuur. Vuur geeft licht. Dat is het enigste wat je hebt om hier in dit level te kunnen... Echt alsof dat je Minecraft aan het spelen bent of Terraria of zo. Dat het gewoon pikken donker is en gewoon niet ziet wat je doet. Verschrikkelijk. Oké, je hebt nog een beetje je eigen light aura. Maar dat is gewoon alles wat je hebt. Dus... Je kunt hier doorheen rushen met een ster, als je een ster zou hebben. Oh, we kunnen daarin. En we kunnen daarin. Maar ik ben echt geen liefhebber van dit soort levels. Mijn excuses daarvoor, jongens, maar echt. Oké, ster. 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 Ster! Geef. Oké, nou hebben we licht. Nou is heel de kamer verlicht. Oké, secret to everybody. Nee? Kom op. Geef er nog één. Juist. Sterrenkracht gaat hierdoor. En dan zien we boven tot we daar boven moeten wezen. Als ik me niet vergis, zit hier ook nog een extra ster voor ons. Juist. Ik heb net toch een nieuwe ster gepakt. Ik weet zeker dat hier een... Oh boy. Auw. Ik ben ongeduldig. Wacht, daar boven moet ik eerst zijn, toch? Heb ik mij nou hier een beetje gescrewd? Volgens mij moest ik hier eerst boven zijn. Ken ik hier nog? En de kijkers worden helemaal gek van... Oh, Zelda play je nu? Ik weet het, jongens. Het spijt me. Het spijt me, maar ik haat het level zo erg. En het leukste is, ik heb nog geen vuurpower meer. Hallo? Ik zie niks. Ik kan ook de duisternis niet wegjagen. Dat heel erg flame is. Oh, daar hebben we de mini-shroom nog voor nodig. Of niet? Of is het alleen maar onmakkelijk hier nog in te komen? Sterretje. Oh ja, we hebben nog steeds de eerste munt. Nee, pak hem, pak hem. Yes! Oké, we kunnen gewoon doorrushen. Gewoon doorrushen. En we moeten hier terug. Ja, de steady is uit. Pak hem. Juist. Oké. Hierboven zeker. En ja, daar zit de laatste. Mooi. Ik moest heel eventjes focussen waar alles ook alweer zat, jongens. Mijn excuses, ik... zoals ik al zei, ik heb dit spel heel lang al niet meer gespeeld en... Ja, ik zat echt te denken van welke Mario game zou leuk zijn voor een nieuwe Let's Play. Nou, dat ik hier de eerste week in deze opnamesessie zit en... Ik dacht echt bij mijn eigen van ja, nieuw Super Mario Bros. Wii. Iedereen kent dat spel ondertussen wel. Laten we daar eens een poging op wagen en falen en weet ik het allemaal nog meer. Dus ik dank jullie zo voor het kijken en heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar een tijd voor hebt. Laat een like achter voor de moeite als je kan, als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii.
Dus dit was Zelda Play 20. Ik dank jullie voor het kijken. Jullie zijn awesome. En zoals altijd, tot de volgende keer. Dat zal morgen wel zijn, denk ik. Ja, dus...